Deventer heeft 1100 nieuwe studentenwoningen nodig. Dit komt onder andere door het verbeteren van Keizerslanden en de Rivierenwijk. Hierdoor verdwijnen studentenwoningen. Ook hebben steeds meer Saxion-studenten van buiten de Europese Unie en gewoon uit Nederland meer woonruimte nodig. 200 voor internationale studenten, daar is Saxion volop mee aan de slag. En wij willen ook samen met Saxion eigenlijk zoeken naar een partij die ervaring heeft met het beheren van studentenhuisvesting, om die andere 900 de komende 5 jaar ook tot stand te brengen. Wat is de bijdrage, de waarde van studenten in de stad Deventer? Nou, ze horen gewoon bij het stedelijk leven. We hebben in die nota hoger onderwijs ook laten zien dat Deventer eeuwenlang altijd een stad is geweest die studenten herbergde. En dat willen we graag de komende eeuwen ook mee doorgaan. Je moet het wel laten passen bij de tijd waarin je zit. Ik denk niet dat het studentenleven zoals je dat vroeger kende weer terugkeert. Dat zie je ook in andere plaatsen in Nederland die een veel langere traditie met studentenverenigingen hebben. Ook niet op die manier terugkomen. Maar we moeten gewoon zorgen voor goede voorzieningen voor studenten. En ik hoop ook dat er, als er veel studenten wonen, er vanzelf ook meer activiteiten en voorzieningen gaan ontstaan die interessant zijn voor studenten. Het is de bedoeling dat de nieuwe studentenwoningen vanaf 2012 gebouwd gaan worden. Vorige week berichten wij u al dat de Worp in de race is voor het leukste dorp van Overijssel. Maar ook Badmen maakt kans op deze titel. Het dorp met zo'n 5000 inwoners ziet de verkiezing met vertrouwen tegemoet. Dat komt mede door de campagne die gevoerd is, maar volgens Ger Wisselink, voorzitter van de oudheidkundige kring in Badmen, speelt ook het actieve verenigingsleven een grote rol. Elk dorp heeft een groot verenigingsleven, Badmen ook, heel groot zelfs. Het unieke van ons verenigingsleven is dat het niet een verzeild karakter heeft. Dus alle verenigingen zijn toegankelijk voor een ieder. En dat is altijd zo geweest. We hebben nooit een katholieke vereniging gehad of een protestante vereniging. Het is een neutrale vereniging waar iedereen lid van kan worden. We hebben een leuke campagne gedaan wat betreft e-mails. Iedereen werd bestookt door mailtjes. We hebben flyers uitgedeeld. We hebben bierviltjes laten maken die de plaatselijke horeca verspreid heeft. We hebben ansichtkaarten huis aan huis verspreid, waarbij mensen dus worden uitgenodigd om te komen naar volgende week woensdag en om te stemmen op www.badmen.nl natuurlijk, voor het leukste dorp van Overijssel. We hebben een grote uitbreiding van Badmen gehad in de jaren 60, 70. En deze mensen hebben zich onmiddellijk snel thuis gevoeld in Badmen, snel opgenomen. En het heeft ook weer te maken met dat karakter van de verenigingen. Men was welkom. Ik ben zelf dus geen Badmer, zoals ze dan zeggen. Ik ben import. Maar zo voelt dat absoluut niet als je hier in Badmen komt wonen. Je wordt direct opgenomen in de bevolking. Er staat wel tegenover dat ze dan ook wel iets terugverwachten. Dat je dan ook wel wat dingetjes doet natuurlijk. En je moet jezelf wel geven, maar dat is natuurlijk overal. Maar als je zegt van nou, ik vind het prima om ergens aan mee te doen. Of om ergens te helpen en je bent bereidwillig. Nou, dan zit je er in no time tussen. Aankomende woensdag zal in Badmen het Knapzakfestival gehouden worden. Dit festival is door de lokale middenstand bekostigd. Het moet voor saamhorigheid zorgen en eventueel de laatste mensen overtuigen om op Badmen te stemmen als mooiste dorp van Overijssel. Hoe staat de Deventer Horeca tegenover drugsgebruik? Nou, wij zijn totaal anti. Ja, dat komt natuurlijk, wij verkopen al een drug en dat is alcohol. Daar hebben we alle papieren voor gehaald, daar zijn we voor gecertificeerd. Ja, en wij houden ons verre van de drugs, in welke vorm dan ook. De politie liet 2 weken geleden weten dat agressie in de Deventer horeca is toegenomen door meer drugsgebruik. De Deventer horeca denkt al jaren na over oplossingen en bestrijding van uitgaansgeweld en drugsgebruik. Nou, wij van de horeca dachten dat het wel meeviel. We hebben veel roerige tijden meegemaakt. Dus het verbaast ons eigenlijk een beetje. Kijk, dat er opstootjes zijn, dat er escalatie is hier en daar in een stad van bijna 100.000 inwoners, zal dat heus wel een keer voorkomen. Vaak wordt met uitgaansgeweld de horeca in één adem genoemd. Is dat in dit geval terecht? Nou ja, daar zullen we de cijfers eigenlijk bij moeten hebben, die we nog niet tot onze beschikking hebben. Maar ik denk dat het meevalt. Want wat doen jullie als horeca bijvoorbeeld aan om uitgaansgeweld te verminderen? Wij hebben een hele goede overleggroep met politie, gemeente en de horeca. Die 1 keer in de 2 maand, 6 weken bij elkaar komen. Waar alle problemen even ter tafel komen en waar oplossingen voor gezocht worden. Dus de horeca heeft zelf ook een aantal ideeën over oplossingen. Wat zouden voorbeelden kunnen zijn? Nou, wij zijn wel voorstander van cameratoezicht op de Brink en misschien in de zijstraatjes. Wat,
politie denkt hier nu zelf over na, constateert dit nu zelf. Hadden ze hier niet zelf veel eerder mee moeten komen? Dat is wel heel vaak te sprake geweest, maar er waren toch wat politieke partijen die daar nog niet het groene licht voor gaven. Ja, maar nu met de helmcamera is gebleken dat een heleboel problemen gesignaleerd kunnen worden. Denk ik dat cameratoezicht op de pleinen dat een goede oplossing is. Politie, gemeente en horeca zijn het uitgaansgeweld zat. In september gaan ze weer met elkaar om de tafel. Over oplossingen kan nog niet te veel gezegd worden, maar wel wil de Koninklijke Horecavoorzitter vast een tipje van de sluier oplichten. Wij gaan kaarten uitdelen, althans de politie, maar de horeca heeft er ook een stem in. Als je je misdraagt, dan kun je een kaart krijgen en dan krijg je een verbod voor de binnenstad. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.